MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Ja, MVV blijft maar winnen. Afgelopen vrijdag werd ook Almere City verslagen. En komende vrijdag gaat MVV voor de 6e thuisoverwinning op rij tegen FC Eindhoven. Met trainer Darije Kalasic en Thibaut van Akker blik ik vooruit op deze wedstrijd. Trainer Darije Kalasic, als ik even terugkijk naar 3 maanden geleden op een koude decemberavond uit bij Eindhoven, waar het 4-0 werd. En ik kijk hoe het nu gaat met MVV, dan zie ik een wereld van verschil. Nou, dankjewel voor de compliment. Maar dat zien wij natuurlijk ook. Ik hoop dat ook in de wedstrijd nu tegen Eindhoven aanstaande vrijdag dat ook wordt uitgedrukt op het veld. Ja, wat gaat dat voor wedstrijd worden? Wat voor ploeg is FC Eindhoven? Nou, het is toch dezelfde ploeg die ons eigenlijk alle hoeken van de veld heeft laten zien 3 maanden geleden. En een ploeg die samengesteld is door jong en oud. En heel veel ervaring binnen de elftal. Dus daar hoef je als coach niet altijd kort op zitten. En een goed ingespeelde ploeg. Dus in die zin... naar mijn gevoel een ploeg die eigenlijk ook in de middenmoot moet staan. Ja. Maar Eindhoven is een voetballende goede ploeg. Ze hebben ook wel wat gestalten. Zowel in verdediging als aanvallend compartiment. Dus het is ook gewoon een ploeg die goed aan elkaar hangt, denk ik. Maar oké, ze hebben nu al een paar wedstrijden enkele weken niet gewonnen. Wij moeten nu gewoon doorpakken, naar onszelf kijken en FC Eindhoven vanaf de eerste minuut gewoon bij de keel grijpen en laten merken dat er niets te rappen valt. Hoe verloopt de voorbereiding op die wedstrijd deze week? Na zo'n mooie overwinning tegen Almere van vrijdag. Nou goed, alles verloopt zoals we dat ook hebben gepland. We hebben geen verrassingen of wat dan ook. Iedereen is fit, waar we dachten ook dat hij fit zal zijn. Dus in die zin, laatste twee dagen gebruiken we voor de teamtactische zaken. Nou, vandaag hebben we al wat gedaan natuurlijk en morgen zetten we puntjes op de i. Het is duidelijk dat de wedstrijd is waar het van spelers en van ons allemaal wordt vereist. Inzet en dezelfde focus zoals tegen Almere. Want als dat niet gebeurt, dan kan FC Eindhoven voor ons natuurlijk een hele lastige tegenstander worden. Nou, horen we de trainer altijd zeggen van rustig aan met de ambities natuurlijk. Maar ik kan me zo voorstellen dat in die spelersgroep bij jullie toch nog zoiets zit van... Stiekem misschien periode, linkerrijtje? Ja, maar kijk, natuurlijk wordt er hier en daar wel wat over gesproken. Maar we moeten ook, ik ga niet zeggen realistisch zijn, maar we moeten gewoon rustig blijven. Gewoon ons ding doen. Want als je vrijdag opnieuw verliest, dan is het weer helemaal anders. Dus we moeten nu gewoon doorpakken in de flow die we zitten. En dan kunnen nog mooie dingen gebeuren, ja. Maar ik ga het er niet uitspreken of een of wat. Dat is ook mijn taak niet. We moeten gewoon... Als hele groep nuchter blijven en gewoon als MVV Maastricht zijn de keihard werken om iedere 3 punten of iedere punt mee te nemen. Is dat lastig om die groep daarvan overtuigd te laten zijn? Nou, maar ik denk dat de groep ook de laatste maanden volwassener is geworden. En ik als coach, als ik daar ook niet te veel aandacht aan moet besteden, moet ik eerlijk zeggen. Het is vanzelfsprekend dat iedereen natuurlijk een verrassende en zeer sterke overwinning vond tegen Almere. Maar dat is niet de enigste overwinning die we hebben behaald de laatste 2 maanden, weet jij. Dus dit kwam niet als een bliksem uit de heldere hemel voor ons, voor de groep. Dus in die zin denk ik wel dat het wel een... Spelers mind is wel klaar ook om te begrijpen dat we tegen geen één tegenstander mindere inzet kunnen tonen. En vooral niet tegen tegenstanders kaliber FC Eindhoven. Want normaal gesproken op papier zijn ze ook
misschien beter dan wij. Ja. Als ik goed gerekend heb, kan dit de 6e thuisoverwinning op rij alweer worden. Nou, dat is fantastisch, weet je. Daarvoor hebben spelers keihard gewerkt. Gedurende het hele seizoen. Staf ook. Dus in die zin willen we absoluut op eerste instantie een ijzersterke wedstrijd spelen van onze kant. Voldoen aan alle taken en normen en waardes die wij hebben neergezet bij de eerste helftal. Ja, en als we dat doen, dan geloven we ook dat dat ook zich gaat belonen met het goede resultaat. Het is een druk programma, want komende maandag moeten jullie naar Eindhoven, naar Jong PSV. Wat betekent dat voor de voorbereiding? Ja, okay, vrijdag is een pot. Dan hebben we zaterdag, zondag training. In aanloop naar die maandagwedstrijd van 2:30. Dus we moeten zo goed mogelijk en zo snel mogelijk recupereren om maandag de bus op te gaan richting PSV Eindhoven. Dat is ook wel lekker gewoon, veel voetballen toch? Ja, precies. Dat is het leukste ook eraan. Hè. Je traint of je doet keihard je best om veel wedstrijden te spelen. En nu is het een beetje een drukke periode. Je hebt de vrijdag-maandag wedstrijd. Dan heb je dan de week daarna de maandag terug. Mm-hmm. Een mooie pot. Waar we met z'n allen naar uitkijken. Maar laten we eerst deze twee wedstrijden mooi afronden. En dan is het ook nog een dubbel programma. Want maandag moet u direct uit naar Jong PSV met de groep. Klopt. Jong PSV is het enigste ploeg. Ja, dat hoor ik van onze keeper Mike Havenkotte, want daar houdt hij zich mee bezig, vooral over de periode, de laatste periode. Okay. En hij zei dat de Jong PSV enigste ploeg is die eigenlijk het eerste twee wedstrijden winnend heeft afgeslaan, beide wedstrijden. Dus die zitten gewoon waarschijnlijk in de flow. Dus ik begrijp dat met vragen over de periode moet ik vooral bij Mike Havenkotte zijn voorlopig. Ja, dat is goed constatering van jou. Ja. En als je vragen hebt over periode, niet bij mij, maar bij Mike Havenkotte. Heel goed, dankjewel. Ja, laten we hopen dat MVV die 6e thuisoverwinning op rij kan gaan boeken tegen FC Eindhoven. En misschien daarna tegen Jong PSV komende maandag ook nog de 3 punten naar Maastricht mee kan nemen. De wedstrijd begint komende vrijdag om 8:00. En ik bedank u voor het kijken naar deze aflevering MVV TV. Tot volgende week. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.